vroeg opstaan is voor mij nog nooit een probleem geweest. Maar een week lang om 5 uur wakker worden is nog wel een uitdaging. In deze video ga ik vertellen hoe ik deze week heb beleefd, wat ik ervan heb geleerd, wat ik niet meer ga doen. Dus mocht je benieuwd zijn hoe mijn week is verlopen, kijk dan vooral verder. Zondagavond was ik best wel enthousiast om aan deze challenge te beginnen. Alleen ik kon niet heel snel in slaap vallen, want ja, normaal gesproken slaap ik rond een uur of 11, 12. Alleen ik kon gewoon niet eerder dan dat slapen. Het lukte me gewoon niet. Ik heb afgelopen nacht niet goed geslapen. Ik heb zo onrustig geslapen. Ik heb bijna 11 uur van de klok gezien. Het is nu 12:30, ik heb net geluncht en ik denk dat ik eventjes zo ga rusten. Ik ben niet per se moe, maar ik merk wel dat het heel veel energie kost om bepaalde activiteiten uit te voeren. Dus ik ga even in mijn bed liggen en een wekker zetten voor ongeveer over een uurtje. En dan ga ik weer daarna productief aan de slag. Tot mijn verbazing was de eerste dag echt heel erg geslaagd. Ik was enorm productief. Het viel best wel mee hoe moe ik was. Dus ja, het was echt een hele fijne dag. En op dit moment dacht ik echt van, oh, deze week gaat een eitje worden. Maar dinsdag bleek wel anders te verlopen. Ik werd dinsdagochtend echt ontzettend vermoeid wakker. En ik begon de dag echt niet lekker. Ik wilde eigenlijk iedere ochtend rustig de ochtend te beginnen door te lezen, te mediteren, noem het maar op. Alleen dinsdag had ik er ook niet heel veel zin in. Maar ik deed het wel, maar het was wel zwaar. Mijn concentratie is echt gekelderd. Gisteren was echt helemaal top. Ik kreeg gewoon zoveel gedaan. Maar vandaag niet. Maar hey, morgen weer een dag. Ik dacht dat ik het dinsdag moeilijk had. Maar woensdag was het nog veel erger. Ik stond er heel erg positief in. Ik had een hele planning uitgewerkt. Van wat ik de dag wilde doen. Wat ik de ochtend allemaal wilde doen. Alleen mijn lichaam weigerde op de een of andere manier. Dus het kostte me echt heel veel energie om de dag te beginnen. En hetgene wat me wel echt motiveerde was mijn ochtendwandeling. Want zodra ik daarmee begon, werd ik al direct wakker. Dus een tussendoor tipje van mij. Mocht je in de ochtend moeite hebben met wakker worden, ga direct naar buiten. Misschien heb je wel een tuin, heb je een balkon of heb je zin om te wandelen. Want door frisse lucht word je echt sneller wakker, want anders blijf je de hele dag zo duf en ja, heb je misschien minder veel zin om de dag te beginnen. Dus eigenlijk nadat ik had gewandeld, kreeg ik gelijk een energieboost. Dus ja, dat bleef ik wel iedere dag volhouden. Zoals iedere avond lukte het me niet om vroeg te gaan slapen. Vandaar dat ik donderdagochtend ietsjes later mijn wekker had gezet. Ik had mijn slaap echt nodig, want ik had zo weinig slaap gehad. Mijn lichaam was eigenlijk een beetje overstuur, want die was het niet gewend om
zo de dag te spenderen en zo'n ritme aan te houden. Dus ik dacht, oké, ik ga 5:15 wakker worden. Het is niet helemaal 5 uur, maar ik trok het gewoon niet. En ik had gemerkt dat dit mij veel beter beviel dan 5 uur. Want eigenlijk ging ik pas 2 uur later de deur uit met mijn dag beginnen en zo. Ik ga het vandaag anders aanpakken. Ik ga eerst een rondje wandelen en dan ga ik pas douchen en mezelf klaarmaken. Ik ben benieuwd of dat misschien wel beter is. Ik weet niet wat het was, maar vrijdag was ik zo blij. Want dit was mijn laatste dag dat ik zo vroeg op moest staan. Het weekend heb ik niet meegeteld, omdat 5 dagen al redelijk zwaar was. Maar vrijdag vond ik me op zich wel prima. Ik merkte wel dat ik niet echt een hoog energielevel had. Ik begon de dag zoals andere dagen en dat was gewoon heel erg fijn. Ondanks dat ik het lichamelijk heel erg zwaar had, heb ik het wel als een fijn experiment ervaren. Want vroeg opstaan heeft ook zijn voordelen. Je wordt namelijk wakker voordat de hele wereld wakker wordt. Je kan rustig de tijd voor jezelf nemen, want ik heb echt de afgelopen maanden gemerkt dat ik dat veel te weinig doe. Zo heb ik de afgelopen week elke dag gelezen in een boek. En ik lees eigenlijk bijna nooit. Ik heb wel boeken, maar vaak maak ik daar niet echt tijd voor vrij. En dat heb ik nu kunnen doen, zowel in de ochtend als in de avond. Dan nog een voordeel van vroeg wakker worden is dat je echt extra kan genieten van de rust. Je hoort buiten bijna geen geluiden, binnen niet, je hebt amper prikkels. Ik woon in de stad en overdag heb je heel veel geluiden. Je hoort trams, je hoort mensen. Het is heel erg levendig, dus dat momentje van rust, dat deed me heel erg goed. Ondanks dat routines je echt een houvast geven en heel erg fijn ervaren kunnen worden, heb ik toch gemerkt dat ik de afgelopen week best wel als standaard en saai heb ervaren. Ik kreeg elke ochtend een beetje het gevoel van, oh, moet ik weer wandelen? Moet ik weer gaan lezen? Dus ik werd een beetje gedemotiveerd door, omdat het elke keer hetzelfde was. Dus ik denk dat het dan wel goed is om mijn mindset iets te veranderen. Maar ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat het zo vroeg was. Omdat ik niet die energie had om iets uit te voeren. Dus als ik een betere nachtrust had gehad, dan weet ik bijna wel zeker dat ik veel meer motivatie had om de dag te beginnen. Dus ja, dat is ook een leermoment. Nachtrust is misschien dan belangrijker dan de tijd dat je opstaat. Eindconclusie, ga ik dit nog een keer doen? Misschien niet in de nabije toekomst, maar misschien wel ooit. Ik zat er zelf over na te denken om dit een keertje in de zomer te doen. Want dan is het misschien handig. Oh ja, trouwens. Ik film dit een week later. En ik merk dat mijn ritme helemaal fucked up is. Ik word nu uit mezelf tussen 5 en 6 wakker. Normaal gesproken werd ik altijd wakker tussen 7 en 8. Zonder wekker. Maar mijn biologische klok is verstoord door dit experiment. En op zich is dat niet heel erg. Want ja, je moet er ergens aan wennen. Ik denk oprecht als ik dit een maand zou volhouden, dat ik niet beter weet. Het zit gewoon in je ritme. Dus mocht jij een ochtendmens willen worden, probeer het een maand uit. Want ja, ik ben het niet anders gewend. Ik sta echt zonder problemen om 7 uur 's ochtends op. Ik film deze video ook om 9 uur 's ochtends. Ik ben benieuwd. Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit? Wat doe je zo in de ochtend? Hoe laat sta je op? Wat is je ochtendplanning? Zien je ochtenden hetzelfde eruit? Doe je elke keer wat anders? Wat doe je om je ochtenden zeg maar leuker te maken? Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Want ja, wie weet kunnen we elkaar helpen met de tips. Ik hoop dat jullie het leuk en interessant vonden om dit te zien. Ik vond het een leuke en vermoeiende week, maar wel op een positieve manier. Ja, bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!